Hallo allemaal, welkom bij Insights de podcast. Mijn naam is Joop Rovers, ik ben jouw host in deze Weg naar optimale gezondheid. Mocht je alles wat met optimale gezondheid te maken heeft nou zo mega interessant vinden, volg ons dan, subscribe even via YouTube en mocht je via Spotify luisteren, wil je dan alsjeblieft vijf sterren geven als je mega enthousiast bent. Veel kijk of luisterplezier. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Insights de podcast. Vandaag weer een nieuwe aflevering met een... Uh, ik heb net een heel mooi nieuwtje van haar zelf gehoord. Ik wil natuurlijk al zeggen, een hele toffe, inspirerende vrouw. Um, iemand die ongelooflijk gek is op sport. Of misschien lijkt dat zo, dat gaan we zo meteen uh, zeker achterkomen. Uh, ze staat op de cover van de Women's Health, heb ik net gehoord. Dat is ongelooflijk inspirerend. Ze deed mee aan Kamp van Koningsbrugge... En uh, hier is ze dan vandaag, Denise is Anna, van harte welkom. Dankjewel, wat een leuke intro. Ja, wat een probeert. Nou, wat een nieuws. Ja. Cover van de Women's Health. Ja, holy vertel. Fuck. Ja, dit is echt gewoon een droom die uit is gekomen. Ik heb dit zo hard gemanifesteerd. <laughs> holy moly, echt geweldig. Ja. ja. Vertel, je hebt dit gemanifesteerd. Ik wilde dit echt al jaren. Sinds dat ik ben begonnen met sporten, wilde ik al op die covers staan. Maar goed, het is maar voor een paar weggelegd per jaar. Dus ik had zoiets, dit gaat mij nooit lukken. Um, totdat ik werd uitgenodigd voor de cover review van Rachel John, dat was uh, wanneer was dit vorig jaar december? Zoiets ja. was ik daar en ineens voelde ik het helemaal. Ik, ik ga ooit op deze cover komen, gewoon binnenkort gaat het gebeuren. Ik weet niet waarom, maar ik voel het aan alles dus. Ik was bezig met mijn vision board voor dit jaar. Want ik maak elk jaar een vision board met alles wat ik wil bereiken. En uh, nou, dus in december van 2023 had ik overal. Ik denk vier keer op dat bord stond Women's Health en een foto van mezelf erbij. Helemaal leuk ge geknipt en geplakt, natuurlijk. Uh -huh. En daar kijk ik dan elke dag eventjes naar. En er was ook eentje met Women's Health op het strand. Want ik wilde dan het liefst een echt een zomershoot. Dus nou ja, ik werd een paar maanden geleden ineens. Uh, ja, wat was het? Geappt door mijn manager: van, Ik heb leuk nieuws voor je. Je mag op de, op de cover. Nee. Ja. En Dat ja. gaat dan sowieso via je management, of ja. Dat, uh... ja, ja, ja. Dan benaderen ze mij via de mail. Of ik weet eigenlijk niet hoe het was gegaan, maar mijn manager kwam ermee van je gaat op de cover. Oké, okay. goals afgetikt. Ja, mooi, fijn, heerlijk, <laughs> eindelijk. Ja, ja, Eindelijk, maar ja, dus uh, um, wat voor hen die je niet kennen, je bent eigenlijk pas drie jaar geleden mega fanatiek begonnen met het fitness. Ja. Top? Nee, ik zeg top altijd. Uh, gedaan. Ja, dans heb ik inderdaad gedaan. Toen ben ik gestopt met sporten en dansen en alles wat erbij kwam kijken, want um, ik had eigenlijk een hele slechte relatie met mijn, mijn zelfbeeld. Ik voelde mezelf wat heel dik en lelijk en niet goed genoeg. En dat was allemaal op die dansacademie daarin gedrild eigenlijk. Dus ik ben ja, in de lockdown, het was in jaar 2020 ondertussen, dus dat is weer bijna vier, ja, vier jaar geleden, ben ik toen begonnen met sporten. En um, dat ben ik gewoon gaan delen online. Denk, nou, ik zie al wie het leuk vindt om te kijken, maar ja dat vinden mensen dus blijkbaar heel erg leuk. <lacht> <lacht> ja, ja, en nu uh, zit ik hier. Ja, jeetje, Mina. Ja. Uh, want je zei, slechte relatie met jezelf uh, kwam door de Dansacademie. Is dat ja. zo uh, een op een te zeggen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. want je, zeg maar, ik ben er echt opgegroeid. Ik was, hoe oud was ik? 12 toen ik erop kwam, en 21 toen ik er afging. Dus je groeit erop. En er wordt elke dag eigenlijk tegen je gezegd: van, um, Je bent te dik, of je bent niet goed genoeg. Of um, voor jou zijn er honderd anderen. Want het was, elk jaar kwamen er maar. Dat was het, 18 mensen door de audities. Van de honderden die auditie deden. Dus je plekje was heel schaars. Dus mm -hmm. ja, en als maar je dan... zat daar in principe wel elk jaar bij. Ja. Dus je hebt elk jaar opnieuw dat je dat de maatselect groepje doorgaat. Hoe nee, dat nee, zien? nee, nee. nee. Elk... Je moet gewoon één keer auditie doen ja. voor de voorbereiding. En daarna voor de echte HBO-opleiding moet je weer opnieuw audi uh, auditeren. Ja. En dan heb je gewoon elk jaar een tentamen. En dan komt er een hele rits juryleden, die komt je even beoordelen op alles eigenlijk. En uh, daar moet je dan wel elke keer doorheen, zeg maar. En dan, tijdens die jurymomenten, momenten dan krijg je te horen, je bent niet goed genoeg, je bent te dik. Je ja, bent te nou, elke dag kreeg ik dat te horen, hoor. Van eh, verschillende docenten. Uh, ook wow, ja. niet heel erg motiverend, denk ik, voor nee. jonge meiden. Nee, vreselijk. Heel veel had ook een eetstoornis. Of, nou ja, wat ja, gewoon een eetstoornis eigenlijk. Ik had hem zelf, denk ik ook. Het is nooit geconstateerd. Maar als ik even terugkijk, denk ik, nou, ik had hem ook wel te pakken, hoor. Oh, wow, wat intens, ja. lijkt me dat. Ja, en zeker. Hoe, wat is er dan gebeurd dat het uiteindelijk. Uh, ja, dat je dat hebt omweten te draaien naar hetgene wat je nu doet. Ja, precies. Bent. Nou ja, ik ben dus in die lockdown... was het in één keer heel veel tijd over of zo. Want heel, er mocht natuurlijk niks meer. Dus ik ging mezelf een beetje verdiepen in, in mediteren en in mindset dingen. En ik ging heel veel boeken lezen en podcasts luisteren. En van alles eigenlijk heb ik gewoon uh, tot me genomen. En met al die dingen ben ik gewoon heel erg aan mijn eigen mindset gaan werken. En dan kom je er gewoon achter van... wow, mijn eigen mindset is best wel negatief en best wel onaardig. Want zeg maar... Ik dacht altijd heel onaardig tegen mezelf. Van, oude oh, ben niet zo dom? Of, oh, wat zie je eruit? Oh, wat ben je lelijk? En dat was, zeg maar, mijn interne stem. Dus toen ik erachter kwam dat dat mijn interne stem was... had ik zoiets van, wow, het is niet oké. Okay. Hier moeten we echt even aan werken. Dus, ja, wat heb ik om gedaan? Gewoon echt heel veel gemediteerd. Sowieso elke dag, twee keer per dag. En gewerkt met de affirmaties. Dat je van die standaard zinnetjes hebt van... ik ben geweldig, ik ben fantastisch. Uh, weet je, dat soort dingen. En ik geloof gewoon heel erg dat je je... Onderbewustzijn kan programmeren. Um, want daar komt zeg, maar dat stemmetje vandaan. Dus dat heb ik eigenlijk, ja, de afgelopen vier jaar heel erg hard aan gewerkt en uh, met succes. Ja, van dat stuk naar de Koffer van de Women's Health is best een uh, oh, nou. flinke sprong in vier jaar tijd, denk ik. <laughs> ja. Ik denk wel voor heel veel mensen. ...de, de kampen best wel veel mensen met een aids-toornis, dus welke kant dat dat dan ook op mag gaan. Ja. Um, voor jou klinkt het nu bijna alsof het een uh, soort van stappenplan bent doorlopen, moet ik het ook zo zien? Je bent begonnen met mediteren. Vind je dat dan ergens? En dan denk je: oké, okay, dat ga ik toepassen. Ga ik mee aan de slag. En dan vind je de volgende stap. Of hoe ja. werkt het? Nee, dat is eigenlijk wel goed gezegd. Ik begon gewoon met een meditatie uh, van, uh, van Michael Pilart, ziek. Als ik het goed uitspreek. Ja, Mike Michael Pelagic. Mike <laughs> Ik ben echt een groot fan van hem. Maar zo achteraf vind ik een beetje lastig. Ja. Maar um, daar ben ik toen mee begonnen. die. je het gewoon met uh, Michael? Is Mike. Mike. Michael. <laughs> ik Mike zijn. Nee. nee. En uh, die had zeg maar die app. Ja. Die had ik gedownload. En heb je moments. gewoon. Ja, Meditation Moments. Dus daar heb je allemaal Nederlandstalige meditaties op. Lekker toegankelijk. Lekker kort. Gewoon vijf minuten. en Sommigen wat langer. Dus dan dacht ik, nou, dan ga ik dat eens dus gewoon een keertje doen. Maar gewoon sinds de allereerste keer dat ik het deed, ben ik daar zo doorgepakt. Dat ik dacht, ja, dit is gewoon waanzinnig. Dit wil ik elke dag. Want je begint <laughs> gewoon, ja, echt waar. Je begint je dag dan zo positief of zo. Dat neem je dan mee. En dat breid je dan uit. En dan kwam ik ineens dat er, ik kwam erachter dat er affirmaties bestonden. En ik kwam erachter dat je, weet ik veel, tegen jezelf kan praten in de spiegel. En je komt dan op een gegeven moment gaandeweg achter allemaal dingetjes eigenlijk. Waardoor je, ja... Jezelf ja, affirmaties neem ze even mee. Ik denk voor veel mensen ook best onbekend misschien. Ja, dat zijn zeg maar. Um, ik schrijf zeg maar standaard zinnen op in een notitieboekje en die lees ik elke dag even door. En dat zijn dan zinnen um, waarvan ik wil dat ik me hoe ik me voel. Dus wat ik net al zei van ik, ik ben geweldig, ik um, ben gezond, ik ben zelfverzekerd. Um, nou, wat je wil, dat schrijf je daarin op en dat lees je elke dag even door. En dan gaat het een soort van ja, het klinkt heel zweverig. Maar je onderbewustzijn gaat er een soort van in geloven. Um, en dat ga je dan uitstralen. En ja, ik geloof er heilig in. Want als ik dat ben gaan doen. Ja, ik ben eigenlijk niet meer onzeker. Niet vaak. Wow. Ja. Dat is best een mooie uh, ding om te bereiken, denk ik, voor heel veel mensen. Ja, zeker. Je schrijft, schrijf je dit één keer op? Of elke, je schrijft het elke dag op? Je schrijft één keer een paar zinnen op, die herhaal je elke dag? Ja, één keer gewoon een paar zinnen. Dat, uh, en dan, als ik het zat ben, dan weet ik van na drie, vier maanden schrijf ik weer van andere zinnen op. Oké. Okay. En dan s ochtends vroeg, is dat het eerste wat je doet? Of uh, hoe gaat het in nou het ja, stappenplan nu, mee? Nu is mijn morningroutine even anders. Want ik heb nu mijn puppy. <laughs> dus ik <laughs> word nu wakker. En ik ga naar buiten en uh, dan ga ik sporten. Maar eerst was dat het gewoon wakker worden en dan mediteren en dan die affirmaties doorlezen. En dan zelf nog even journalen. Dus gewoon gedachten uitschrijven. Um, en dan gewoon dan ging ik altijd sporten. Maar nu ga ik gewoon naar buiten. En vaak doe ik het meest of tijdens het uitlaten, doe ik eventjes een meditatie in mijn oren. En dan komt het toch een soort van binnen. Ja. Ja. Ik denk uh, heel waardevol juist. Niet, ja. Helemaal niet zweverig. Gewoon, dit is wat jou in ieder geval geholpen heeft... om jou, jou gewoon naar dit pad toe te brengen... om te de koffer van de women's health te komen. Precies. Hoeveel vrouwen <laughs> kunnen er zeggen dat ze op de koffer van de women's health hebben nou. ja Niet zoveel. Nee, dat is daarom... wel echt mega, mega congrats. Echt uh, heel, ja. heel gaaf. Dank je wel. En wel vet dat je gewoon zoiets had. Ik wil dat gewoon. Ja. Waarom wilde je dat? Waarom is dat het ultieme goal? Ja, ik weet niet. Het is een soort van... Misschien maak ik het in mijn hoofd veel grozer dan het is, maar ik had er wel van. Ik ben er van... met je eens, hoor, ik okay. denk dat het een massive goal is. Het is gewoon echt ja. een eindgoal bij. <laughs> ja. Nee, maar gewoon, ik weet niet. Als je met fitness of in die fitness scene zit en je houdt gewoon van sporten, en dan is gewoon op die cover is een soort van, soort, ja, de Olympische Spelen bijna. Gewoon als je dan daaraan mee mag doen, dan, ik weet niet, al je harde werk en al alles wordt dan een soort van beloond of zo. Ja. Ja, of misschien als ik het zo zeg, dan kan ik wel denken, ja, jezus, wat overdreven, maar ja. Ik, ik ja, kan niet zo goed onder woorden brengen. Ik zit helemaal in jouw team, hoor. Ik denk, als ja. ik voor mezelf nog één uh, goal... dan zou ik ook een goal uh, op de menselijke koffer wel ja te toch? Ja, dat ja. is gewoon een kroon voor al je harde werken. Toch? Ja, heb gewoon voor de rest van je leven... kan je ook tegen je kinderen, je kleinkinderen, je weet ik veel wie zeggen... joh, dit was ik. Ja. Daar stond ik. Knetterfit. fit. Ik hoop ja. dat ik jou een beetje bij kan houden in een workout. <laughs> gaat, nou, ik denk het wel hoor. Dat gaat een keer gebeuren. Ja, ja ook, ik heb er wel zin in. Ja, natuurlijk ja, ja, ga je mijn bij mij. Ja, dat hoort super toe. Hey, jij, wat, jij, uh, wat ik wel mooi vind, is je hebt gewoon een standaard uh, uh, ochtendschema. Je staat gewoon om zeven uur in de gym. Vijf, zes dagen in ja. de week. Ja, half zeven sta ik in de gym. Waarom? Nou, dat is weer dat stukje um, de toon zetten voor de rest van de dag. Want ik vind het altijd heerlijk dat je. Als je vroeg opstaat en je doet vroeg al je dingetjes, dan loop je een soort van 10-0 voor op de rest van de wereld. En ik vind dat gewoon zo'n lekker gevoel. Want dat neem je gewoon mee. In alles wat je dan die dag gaat doen, ook in je werk, in keuzes op het gebied van voeding. Uh, gewoon van alles. Dus dat is gewoon een, echt een heel goed begin van je dag, vind ik dan. Om gewoon te gaan sporten en aan je mindset te werken. En gewoon te werken aan waar je wil werken. Dat, dat, dat neem je gewoon mee. En hoe laat ga je dan naar bed? Nou Laten ja, wel voren? te laat hoor, want ik heb altijd een soort van <laughs> ja, in mijn hoofd van ik wil het liefst... Ja, dat is heel, heel vroeg, maar om negen uur wil ik het liefst in mijn bed liggen. Ja, dat snap ik. Het is wel erg vroeg en het lukt me ook eigenlijk nooit, maar tien uur lig ik wel echt te slapen. Ja, dan is Oké, okay, en hoe, slaat, hoe laat sta je op? Om kwart voor zes, half zes. Ja. ja. Dan oh, is zo. het uh, wel... Uh, dat je in ieder geval wel maar ook je uren slaap pakt ja. als je zo hard traint. Ik kan ja. me wel voorstellen dat dat anders... Heb je het heel erg zwaar als je zo wakker wordt? Zo. Ja, ik had ook een periode dat ik echt om vijf uur ging opstaan. Hoe was maar, dat? Ja, op zich fantastisch. Maar je stort gewoon om vier uur s stort je in. En ik heb zeg maar ook nu ontdekt hoe belangrijk slaap is. Gewoon een, goed, ja, een goede nachtrust is zo belangrijk. Net zo belangrijk als sporten en eten. Dus die driehoek moet gewoon kloppen. En dat klopte dan eventjes niet. En dan ben je uit balans. En toen dacht ik, nou weet je, vijf uur dat was leuk. Maar we gaan even een uurtje later of een uurtje naar, hè, naar bed. Dus uh... Dat was inderdaad het volgende waar ik namelijk naartoe wilde. Ja. Want je, bent, uh, je hebt een sportachtergrond, topsport ja. gewoon, topsport dansen. Ja. Dan stop je daar een tijdje mee. Want dat is hetgeen wat gebeurt. Eigenlijk was je er daarna helemaal klaar mee. Ja. Toch verbeteren als het anders is. Nee, helemaal ja, goed. Ja. In corona begin je weer met fanatiek fitnessen. Alleen dan draait dan je wereld eigenlijk vooral alleen maar om sport en bewegen. Hoe ga je dan vervolgens naar de, de stappen die daarna komen? Want je zegt, ik heb een eetstoornisachtergrond. Je is nooit geconstateerd, of nooit zeg maar vastgelegd. Mm -hmm. uh, alleen je was wel waarschijnlijk heel druk bezig met eten. Maakte dat toen al zo'n groot onderdeel uit van je, Bedoel ja, je routines? Dus zeg maar, tijdens topsport dansen ben je dan heel druk bezig ook met wat je eet. Ja. Als in, of dat dat gezond is, ja of nee? Ja, nou het is meer um, tijdens die dansopleiding had ik helemaal geen kennis over voeding. Ja, je weet gewoon groenten is gezond en fruit is gezond en je moet water drinken. Maar met die kennis ga je het niet um, redden, zeg maar. Dan uh, op een gegeven moment denk je, ja, bekijk het maar lekker. Ik neem een lekker stuk taart. En ik heb me dus ook in corona, onder andere naast mindset, ook in voeding heel erg verdiept. Want ja, jij hebt echt alle kennis over voeding. Nog meer, veel meer. <laughs> maar gewoon, het is zo belangrijk dat je gewoon kennis hebt over wat je aan het doen bent. Dat maakt het gewoon veel makkelijker. Dus ik ben me echt gaan inlezen: wat doen eiwitten nou precies? Wat zijn koolhydraten? Wat zijn vetten? Hoeveel heb je ervan nodig? Wanneer kan je wat het beste eten? En nou, allemaal dat soort kennis ben ik gewoon helemaal ja, gaan uitpluizen. En dan is het eens heel interessant om gezonder te gaan leven. In plaats van ik moet groenten en fruit, want het is gezond. Ja. ja. Dat je ook daadwerkelijk begrijpt wat het voor jou lijkt. Ja, doet. Ik ja, denk ja. dat ook uh, wel een interessant stuk is. Want ja. veel mensen die doen eigenlijk maar wat. Sowieso ja. doen we misschien allemaal maar wat. Dat kan natuurlijk ook wel zo zijn. <laughs> Alleen dat, zeg maar, dat stukje, een beetje basisfacetten, wat gedeeld wordt door iedereen. Ik denk dat de meeste mensen dat wel begrijpen. Maar die stap daarna, zeker voor jou, als je vijf, zes dagen in de week traint, dan moet je ook wel een stap kennis daarna, denk ik, gaan vinden. Ja toch om ja, dat toe zieker. te gaan passen. Ja, tuurlijk. En dan um, wat heb je je training is on point? Ja, je traint vijf, zes dagen in de week. Train je met een trainer of zelf? Is het je eigen programmering? Nee, ja, ik, en met een trainer en ook zelf en ook met een klasje, dus ik doe alles. Een beetje alles door elkaar. Het ja. is dus niet dat je je eigen programmering schrijft op eh uh, nee, 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 nee. trainen wat je dan wil. En dan wat is de volgende stap dan daarna? Slapen. Is dat dan de dat je nu het meeste uh, in een ja, diepe bent? Ben ik nu afgelopen um, jaar, twee jaar, of nee, ja, anderhalf jaar mee bezig. Dat ik echt wel denk van: uh, ik heb nu ook zo'n Orwa-ring sinds een jaar. <laughs> dus uh, ja, ik ben helemaal invested in hoe mijn slaap is geweest. Hoe was mijn diepe slaap? Hoe lang was mijn remslaap? Hoe is mijn HRV, Weet je mijn hartslag? Uh, hoe is mijn zuurstof? Ik vind ik allemaal heel interessant, want je voelt het ook gewoon met, of misschien is het ook een beetje placebo, hoor. Want Als ik wakker word, pak ik mijn app erbij van hoe was mijn nacht terug? Ik denk, oh, ik heb echt heel kut geslapen. We gaan nog even op, weet je wel? Ja, ja, ja. Dus Ik herken uh... deze heel <laughs> erg. Ik ben ook zo. Al lang. Ja. Heb jij geen auravel? ja. Wel. ja. Oh, oh, kijk, ja, oh. Heel hey, zwart. ik heb een, een zwarte en donker. Oh. Ik heb een paar extra ringen om een beetje te maskeren. Ja. Ik vond hem alleen, zeg maar, zo lelijk. Ja. Dat zo alleen zo'n uppie-ring. Um, maar oudering, daar meet je je slaap mee. Ja. Waarom oudering? Bewust gekozen? Nou ja, ik zag het bij alle Amerikaanse influencers uh, twee jaar geleden. Nou, ik wilde het ook wel eens proberen. Want ik, heb ook, ik word helemaal getrackt aan alle kanten. Ik heb een Apple Watch en dan <laughs> ja. die oude ring. Maar die Apple Watch is niet heel nauwkeurig. En ik las dat die oude ring dat wel is. Ja. Ik denk, nou, we gaan het proberen. Maar ja, ik vind hem echt heel, echt heel nauwkeurig. Ja. Jij? Ja ik, ja, ik zit in hetzelfde team. Dat is Zo? ook de reden dat ik hem gekozen heb. Ja. Meegaan ook. Volgens mij is het. Je hebt nu nog wel een andere ring die zit in dezelfde categorie. Maar omdat in je vinger. Uh, hij zit heel strak om je vinger. Ja. En daar kan hij nu de meest accurate informatie uithalen. Mm -hmm. Als in hartslag. Uh, Warmtewisselingen. Ja. Dus zeker voor vrouwen kan het ook interessant zijn als je natuurlijk cyclus hebt, dat je ook je cyclus kan bijhouden. Ja. Uh, en hartritme variabiliteit, hartslag, ademhaling, dat je dat allemaal kan meten met bewegingssensoren en warmtesensoren. Ja. Dat dat erin zit. Ja, klopt. En wat gebeurt er met jou als je zochten ziet dat je slecht geslapen hebt? Ja, dat is dan weer jammer. <lacht> 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 dat is helemaal wel kan zijn. Echt zo'n placebo-effect gebeurt er dan. Want ik bijvoorbeeld gisteren werd wakker uit mezelf om, het was het half zes, en ik, oh lekker, ik heb echt goed geslapen ik zal ik nu kijken op mijn app hoe ik heb geslapen want als het kut is dan oh jee. nou dus ik kijk er stond alles in het rood mijn diepe slaap die even maar twintig minuten geduurd mijn remslaap was een half uurtje nee. oh shit en alles in het rood en ineens klapt hij dan in dat je denkt oh ja ik ben ook echt hartstikke moe <laughs> dus denk, ja dit is dan maar zonde dus ja. uh, ook als mensen aan me vragen wat vind je nou van die ring zeg ik ja ik vind hem waanzinnig maar het is wel een soort van een halsband voor mij hoor ja dus ik moet er misschien af en toe een beetje afstand van doen, omdat je het beïnvloedt gewoon een beetje. Ja, want wat doe je als je, dit dus, als je dit dus ziet, merkt? Nou, ik had dus voorgenomen van ik ga morgen lekker uh, vroeg sporten om, uh, wat was het, half zeven? Of, uh, ja, half zeven wilde ik. Maar toen ik het zag, dacht ik nou, ik draai me nog even één keertje om. Dan ga ik over, uh, weet ik veel, anderhalf uur ga ik zelf even naar de gym en dan doe ik daar mijn workout. Mm -hmm. Ik wil gewoon goed geslapen <laughs> hebben. Ging je slaapschool ook omhoog daarna? Ja, ik kreeg ja. een paar punten erbij. <laughs> <en> ik, <mooi. laughs> ja, die snap ja. ik wel, die snap ja. ik wel. Ja, hey, ja, en uh, diepslaap en remslaap. Waarom is dat ver zo belangrijk? Om daarna te kijken? Nou ja, dat is gewoon daar gebeurt een soort van alles wat je die dag ervoor toch hebt. Ja, jij weet dat beter hoor, maar daar wordt alles in Processed. Wat je hebt gedaan ja, die dus dag ervoor. Diepe slaap vooral fysiek herstel. Ja. Dat is zeker in jouw geval natuurlijk mega belangrijk. En ja. je slaap vooral mentaal herstel. Als je te heel plat zou mogen slapen. Oh, is het, kan je het zo zeggen? Ja. Oh, oké. Okay, nou. Ja, dus begin van de nacht zie je vooral ook meer diepe slaap terugkomen. Ja. En diepe slaap is. Je, wat je ziet tijdens de diepe slaap is dat er heel veel groeihormoon vrijkomt. Mm -hmm. Groeihormoon hormoon is wat je gebruikt om de spieren te herstellen, beefels te herstellen, organen te herstellen. Ja. Dat gebeurt voornamelijk in het begin van de nacht. Dat is, zie je dan dus ook terug in de oude ring. Ja. Dat je in het begin van de nacht heb je meer diep slaap. En aan het einde van de nacht wisselt dat naar meer remslaap. Mm -hmm. En dan remslaap is vooral cognitief herstel, mentaal herstel. Dus alle prikkels die wij naar elkaar uitzenden nu. Mm -hmm. die moeten natuurlijk ook ergens een, een plekje gaan krijgen. En dat ja. gebeurt dan voornamelijk aan het einde van de nacht. Aha, ja. oh zo. Ja, ik wist wel dat er iets gebeurde met alle verwerkingen. maar ik wist niet precies dat het zo zat. Ja, oh, dus in jouw geval. eigenlijk dat je zo vroeg naar bed gaat. is juist mega praktisch, omdat jij. Diep slaap zie je voornamelijk in het begin van de nacht. Ja, dus zeker. Hoe vaak de uren voor 12 uur, noemen we dan ook wel dubbele uren, dat je vaak in het begin, als je op tijd gaat slapen, dat je dan juist heel veel diepe slaap mee kan pakken. In, het ja. begin, in de beginuren van de nacht. Ja, zeker voor iemand die zo fanatisch sport als jij, is dat natuurlijk gewoon massaal winnen. Ja. En dan snap ik ook wel, als je wakker wordt, als je ziet dat het niet zo is, dat je denkt, ja. Ja, fuck dat, Het is alles voor wel niks winnen. geweest, gisteren. <laughs> <laughs> ik heb mijn remslaap nog even nodig. Ja. Hé, hey, <laughs> um, even terug naar de Women's Health. Uh, women's ja. Health uh, was een goal. Ja. Wat is dan nu het volgende doel? Nou, ik heb er nog eentje. Oh, en ja. dat is uh, Expeditie Robinson. Oké. Okay. Dan stop ik. Nee. Dus uh, een nieuw vision board uh, wordt al gemaakt? Ja, ja die is al de making. Oh, die het, staat al... Er, het staat er stiekem al een beetje op ook hoor. Ja? Dus, uh, maar ja, ze dus zijn net op nou ja, het seizoen is net opgenomen. Dus misschien volgend seizoen, echt. Ik... Ik doe deze met je mee, want Dankjewel. ik heb deze ook op mijn lijst. Staan. Oh, gaan we samen? Oh, stel je voor. Ja, dat lijkt me echt hilarisch. Stel ja. je voor dat we samen in Expedition Robinson zouden zitten? Ja, dan zijn wij nu al een bondje, hè? <laughs> dat heb we geen Ik wil heel graag met jou een bondje. Ja. ja, dat gaan we doen. En um, <laughs> maar, uh, heel veel naar het Vision Board, want dat vind ik wel interessant. Ja. Ik denk het stukje uh, manifesteren, of je meer, heel veel mensen vinden daar wat van. Uh, je hebt een beetje de hoek die zegt: Nou, dat is allemaal veel te zweven, ik vind een nep. Maar keer op keer, iedereen die ik spreek, die bereikt dingen. En die zeggen allemaal hetzelfde: Ik heb dit het veld ingestuurd en dit is op mijn pad gekomen. Ja. Denk je dat het uh, zo het maken van een vision board, dat, dat daar een stappenplan van is? Of een onderdeel van uit kan maken? Ja. Dus stel dat iemand dit hoort, die eigenlijk ergens voelt: Ik wil een doel hebben. Wat zijn dan dingen die jij zou ja, aanraden aan iemand, vooral denk ik jongere mensen? Wat zijn dingen die je dan zou kunnen doen? De visionboard is misschien één van. Ja, sowieso beginnen met een visionboard. Hoe maak je een visionboard? Wat komt erop? Um, nou nee, wat ik altijd doe, ik ga langs de Primera en de Bruna... en ik haal allemaal tijdschriften en dan ga ik lekker een avondje knippen en plakken... en gewoon echt alles eruit halen wat ik wil. En als tip, denk gewoon groot. Want heel veel mensen hebben zoiets van, oh ja, maar nee, dat kan ik niet. Of nee, dat gaat me nooit lukken. Maar ik heb zoiets van, ja, ik schet het er gewoon op en het gaat me sowieso lukken. Hoe dan ook. Dus um, denk gewoon groot, plak, maak dat visionboard. En wat ik dan nog meer doe, is dat je dan... Op YouTube heb je, hoe heet dat? Um, meditation visualis 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 Visualisatie med Meditaties. Ja. Zo, hallo. Um, in het Engels. Dat is ook best lastig woord in het Engels. Ja, ik wil het in het Engels gaan <laughs> zeggen en toen in het Nederlands. En uh, wow. <laughs> maar goed, die heb je dan op YouTube staan. Dus die doe ik ook eigenlijk heel vaak. Gewoon dat je het echt voor je ziet. En dat je echt ervaart hoe het is als je het al hebt, dat doel. Dus dan moet je echt helemaal gaan verdiepen in... Oké, okay, wat voel ik dan? En wat zie ik allemaal? En wat ruik ik? En wat voel ik? En... Dat je het echt van wie, zijn deze van een specifieke persoon die die nee. meditaties doet? ja nee gewoon op YouTube en dan tik ik het in en dan klik ik er eentje aan in het lijstje en doet echt van heel veel soorten mensen. Okay. Michael heeft ook in zijn app een paar. ja, ja ben ik weer Het girl. van van Michael. <laughs> nee maar wie heeft ook ja, een paar goed. leuke. gewoon in het Nederlands, dat is ook wel prettig. ja ik zit ook hierin echt helemaal in jouw team visualisatie is gewoon. Uh, ja, jij doet het ook? ja oh wat ja, goed. ja echt al ook al lang, wel. tenminste is al lang. Um, ik wilde namelijk altijd mediteren. Alleen ik kon nooit iets vinden wat bij mij paste. En ik mm -hmm. dacht altijd: ik kan het niet. Dus krijg je een beetje zo'n negatieve spiraal. Ja. Het lukte niet. En ik ben veel te onrustig. Ik ben een heel druk kind van mezelf. Heel druk hoofd. Mijn hoofd gaat heel druk alle kanten op. Dus ik dacht dan vaak: ik kan het niet. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Totdat ik op een boek stuitte. En dat boek zei: het is helemaal oké okay als je af en toe je ogen open doet. Het is oké okay als je af en toe een keer afdwaalt. Het is oké okay als je de tijd checkt. Want ik dacht ook vaak: je mag natuurlijk niet kijken hoe lang dat ik bezig ben. Oh, yeah, yeah. En toen had ik ineens een methode gevonden dat het werkte. En daar zit dus een stukje visualisatie in. Oh. En ook bij mij, ja, alles wat ik gevisualiseerd heb, is gewoon uitgekomen. Ja? Of het laatste stukje zitten we zeg maar, nu op, wat ik wil. En dan heb ik ook, uh, los van de nog uh, ja, die, die, die moeten er wel komen. Um, wel echt uitspeeld. Wat goed. Um, wat maar jij leuk. doet het begeleid, altijd? Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. En ik hoe moet niet. ik uh, voor me zien dat dat gaat? Dus iemand neemt jou mee in? Nou ja, wat ik zeg maar daarvoor doe, ik drink nu ook sinds kort, of nou sinds kort, ook alweer een jaar cacao. Dat is zeg maar echt pure cacao en dan uh, ja, jij kent het waarschijnlijk. Wel. Zeker. <laughs> maar voor de mensen die het niet kennen, het is gewoon um, ja, het hele oosten van het cacao dat is wel een hele spirituele gebeurtenis. Althans de boeren die doen daar iets mee en ik dat nou, is heel dom. Het klinkt heel dom hoe ik het nu zeg, maar um, uh, het is zeg maar gewoon echt pure cacao wat je dan drinkt. Ik maak het dan met thee of met melk en ze noemen het ook wel een hartopener. Ja. En ik merk als ik een kou heb gedronken, dan ga ik veel dieper in mijn meditatie. Dan ben ik echt gewoon in een soort van in trance bijna. En zo'n begeleide meditatie, ja, ik, ik, het is gewoon een stem die zegt: van... Oké, okay, nu moet je hier aan denken. En uh, uh, let op je ademhaling, en uh, voel hoe je wordt gedragen. En dus ik hoef geen, maar ik, zeg maar, ik heb ook wat jij hebt van: Als ik even stil zit, mijn hoofd gaat alle kanten op en ik kan echt niet. Uh, ja, zelf mediteren, dat lukt me gewoon echt niet. Dus ik probeer het ook niet eens. Dus ik heb gewoon zo'n begeleider dat ik gewoon niet hoef na te denken en gewoon moet volgen. En dan dwaai je vanzelf lekker af en daar ga je. Oké, okay, en dan cacao, waar uh, kopen mensen dit? Ja, ik heb het gewoon bij, hoe heet dat purecacao.nl.com. Oké. Okay. En dan een blok, scha schaaf je wat af, maak je met. Nee, het is echt in een zak met allemaal cacao snippers. Oké. Okay. <laughs> en. Um... Dat doe je gewoon in een pannetje, 20 gram, 30 gram. En dan met een beetje thee erbij of water en een beetje honing. Want het is echt heel bitter. <lacht> <lacht> maar het is wel, um, ja, ik vind het heel fijn. Ik weet niet, je mediteert er gewoon heel lekker door. Ja, Best wel uh, mooie rituelen heb jij eigenlijk. Nou, ik heb er een aantal. <lacht> <lacht> maar het levert heel veel leuks op, dus weet je, ja. helemaal prima. <laughs> maar voor de mensen die, uh, want je krijgt dit waarschijnlijk altijd terug. Ik heb hier toch helemaal geen tijd voor. Krijg je dat wel eens terug? Ja, zeker. En wat zeg je dan? Ja, dan maak je maar tijd. Want ik heb. Uh, <laughs> ja, sorry. <laughs> nee, want ik word al heel veel. Mensen zeggen: Ja, je bent uh, influencer, dus je hebt heel veel tijd. Dat je denkt: Nou, A, dat is helemaal niet waar. B, ik heb hiervoor op kantoor gewerkt, gewoon fulltime. Met denken het ook. En ik heb, ik heb er overal gewerkt. Dus um, ik stond gewoon eerder op. Ja. En ik skipte gewoon een paar dingen. Je kan in de avond, kan je die, die Netflix-serie kijken in je bed, waardoor je, uh, ja, je bed niet uitkomt die ochtend erop. Of je bepaalt: Ik ga gewoon een uurtje eerder naar bed en dan. Hè, ja. Het is gewoon, ja, je moet het gewoon willen. Ik denk dat ik dit misschien wel het meest inspirerende vind aan jou. gewoon Het hoeft ook helemaal niet zo moeilijk te zijn. Je maakt de keuze zelf. Ja. Jij kiest hiervoor. Ja. Dus als je dit soort dingen wil, eh, zeker in het geval... want ik denk veel jonge meiden zullen je jou ook volgen, denk ik. Nee, een want... beetje uh, gelijk gestemd, hoor. Dertig Ach. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is grappig. Ik had het ook wel verwacht dat veel... want je hebt gewoon best wel een mooi pad bewandeld, zeg maar... van topdanseres. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat ook wel heel erg interessant vinden... Ja. Hoe dat, dat gebeurt, of krijg je daar eigenlijk helemaal niks meer over? Nee, Terwijl... daar krijg ik niks over. Nee hoor. Nee, nee, nee. nee. Het is ook niet dat uh, mensen uh, een beetje zoeken nog zijn naar een pad daarin om daar vragen op te stellen. Of gaat het nu alleen maar over fitness en health? Ja, dat is echt gewoon fitness, held en gewoon ja, lifestyle persoonlijk. Want hiervoor, voordat jij de fitness en health uh, guru was, was er een heel ander verhaal toch? <laughs> dat was een vreselijk verhaal. <laughs> ik, ik, vertel. <laughs> nou, toen maakte ik slijmvideo's. <laughs> Oh, dit vind ik Eestelijk. echt heel... Want eigenlijk ben je daar zeg maar, een soort van influence mee geworden, ja, toch? Ja, Vertel, ik maakte gewoon, er uh, ja. Vertel, ik, ik maakte gewoon. Ik wilde gewoon YouTube-video's maken. Ik vond het heel erg leuk om um, iets te creëren. Gewoon van, iets, van niks iets te maken. Over dus, hoeveel jaar geleden praten we nou? Nu hebben we het over zes of zeven jaar geleden alweer. Oké. Okay. Dus nou ja, ik, ik, ik zat toen echt elke dag op YouTube filmpjes te kijken van de anderen. Dus ik dacht, nou, ik ga ook een YouTube kanaal starten. Dus ik met make-up filmpjes, nou, dat kon ik allemaal niet. Dus ik nou, ik ga wat <laughs> anders doen. Wat gaan we doen? En toen zag ik dat slijm helemaal trending was. Ik denk, nou, ik ga gewoon een keer slijm maken. Met scheerschuim en lenzen, vloeistof en... Uh, wat heb je nu meer voor nodig? Lijm? Dus ik ging dat maken, maar die video ging helemaal viral. En de volgende weer, en weer, en weer. Dus op een gegeven moment ben je een soort van... Ben je een kinderinfluencer en dan sta je bij Nickelodeon en bij Tina dag meet and greets te geven. Dat ik echt dan wat gebeurt hier. <laughs> Dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar uh, ja, toen ben ik een soort van echt, kreeg de stempel als influencer. En uh, ja, ik moest het wel even gaan omturnen naar wat het nu is. Want ik wilde niet zo door met, uh, ja, ja, hartstikke leuke kinderen hoor. Maar ik wil niet <laughs> gewoon, speel speelgoed testen. En uh, nee, vreselijk. Oké, okay, en hoe maak je dan een, uh, want als je eenmaal bekend staat als iets. Ja. Best ja, lastig, was, denk ik, om een uh, switch te maken naar iets anders. Het was ook heel moeilijk hoor. Maar ik dacht ja, ik doe het gewoon. Ik zet door. En ik zag wel die volgers dalen toen ik. Oh, kut, wat ben ik aan het doen? Want ik verdiende gewoon echt mijn geld al met, met, met influencer. Wat um, vind je van dat woord? Ja, kut. <laughs> Sorry, ik zeg heel veel kut. Sorry. Ja, ik over. geef niks. Je bent in het <laughs> uh, zuiden van Nederland. Je hier hier hier, hier moet je gewoon zelfs een paar <laughs> ja. kut zeggen, anders stelt het niet. <lacht> <lacht> ja, dat is ook heel... Maar. Um, um, Nee, het influencer, het woord vind ik vreselijk. Ook bij kamp. Toen ik zeg maar. Uh, toen bekend werd dat ik mede aan Kamp van Koningsbrugge. had iedereen daar een mening over. Want er stond influencer bij mijn naam. Denise, influencer, crossfit. Hm. Nou, heel Nederland, die vindt daar gewoon wat van. Dus okay. ik ga allemaal berichten. Ja, je bent weer zo'n domme influencer. Oh, die gaat het niet lukken. Oh, die kan niks. Je uh, denkt, ja, hoezo? Omdat ik influ. Ja, vind ik zo irritant. Dus, uh... Ja, ik snap het wel. Best lullig ook wel dat mensen dan zo reageren. Ja. Wat doet het dan met je? Nou, in het begin werk ik een beetje een soort van onzeker over. Van ja, kut. Oh, oh dat ga ik weer. <laughs> Sorry. Dus helemaal oké. Okay. Ik ga ook ik zelf altijd. Ik zal in de introductie erbij zetten dat deze <laughs> aflevering niet voor jonge kinderen is. <laughs> 18 plus. Nee, maar mijn volgers zeggen het ook wel in mijn weekvlogs. van je vloekt wel erg veel. En ik, oef, ik moet echt op gaan letten. Maar uh, ja. Hier hoeft dat niet. Nee. Ik, maar, uh, ben, ik zit ook daar. Ik vloek per ongeluk ook best veel. Ja. 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 Soms, ik edit heel veel eruit. Ik denk, oef. Dat is oké. Okay. Ja. Maar wat doet dat oh, met ja. je? Nou in het begin vond ik het wel moeilijk. Ik denk ja, hoe? Um, uh, ik had de aflevering nog niet gezien, dus ik wist ook niet wat Nederland te zien zou krijgen van tevoren. Oh. Dus ik was ook wel een beetje bang. Ik ach, als was word ik weggezet als zo'n dom influencer En dan heeft iedereen zoiets van ja, zie je ze kan niks. En tu tu. tu, tu, tu. Want je, je doet mij een programma. Je bent dan even eventjes off radar. Niemand weet dat je daarin meedoet. En dan ja. kom je terug en dan natuurlijk week voor week komen die afleveringen. Ja. Alleen je weet dan pas. Je, je ziet de afleveringen pas als ze ook live op tv komen. Ja. Dus niet dat jij. Een, uh... nee, ja, mochten de eerste twee hadden we dan wel al gezien met iedereen. En daarna was het uh, succes. <laughs> dus elke week zat ik weer helemaal in spanning. Ik denk, oh, wat heb ik gezegd, wat heb ik gedaan. Uh, doodeng was dat. En hoe ga je om met die negatieve reacties dan? Nou, ik liet het toen voor wat het was. Want ik wist natuurlijk al lang tot hoe ver ik was gekomen. En ja, dat, dat je gewoon, ja, oh. het gewoon. <laughs> Lekker voor jullie. <laughs> dus ik had zoiets van, laat maar gaan, ze, ze draaien wel bij. En het was al na aflevering twee dat iedereen zei... oh, nou, ik moet mijn mening wat even bijstellen. En oh, nou, je bent eigenlijk wel goed. En uh, het werd steeds beter en beter, dus... Uh, wel uh, chill, ook ja. wel. Best knap dat je dan al meteen naast je neer kan liggen, denk ik. Ja, maar ja, dan weet je, als je op die profielen kijkt... dan is het Herman3895 en dan zie je zo'n, ja, vent. En je denkt, ja, sorry. Los daarvan vind ik het nog steeds best knap dat je dit nou. al kan zeggen. <laughs> ja, want er zijn gewoon. Ik zit een beetje ook. Uh, nee, in de influencerwereld durf ik, ik ook Nou, niet jij zeggen. bent wel. Ja. Het, ook wel vaak van dit soort berichten. En ik kan het ook best goed naast me neerleggen dat het me ook niet raakt. Alleen wel heel veel mensen die ik spreek, die hebben daar wel nog steeds gewoon last van. Ondanks dat het dus Herman 0,358 ja. is. Uh, of zonder afbeelding of met een afbeelding ja. waarvan je niet herkent wie dat het is. Klopt. Heb je daar uh, dingen voor die jezelf doet om dat gewoon los te laten? Of is het gewoon. Je weet gewoon, dit is niet. Het ja, gaat niet ja. over mij. Nee, ja, dat gewoon Herman heeft zijn dag niet. En laat Herman maar lekker voor wat het is. En ik verwijder gewoon die comment ook, denk joh, Het is mijn account, ik bepaal. Ja, heel goed. Ja. Maar vind jij dat dan wel moeilijk als je reacties krijgt? Of? Nee, in principe ook niet. Ik heb er in het begin wel heel veel last van gehad. Uh, maar niet omdat het mij raakte, maar omdat het ook het team raakte. Dus er zijn bij ons ook wel echt wel nare dingen gebeurd. Ik heb een orthomöculaire achtergrond. Daar staat niet iedereen achter. Dat begrijp ik. Vind ik ook helemaal oké. Okay. Uh, alleen, daar hoef je niet hele nare dingen over te zeggen. En zeker niet naar mensen die bij mij in team zitten, die daar niks mee te maken hebben. Oh, dat ze dan anderen ook gaan pakken. Ja, ja. dus oh, dat, dat vond ik vooral volgens... heel vervelend. En als ja. het bij mij gebeurt, heb ik daar niet zoveel last van uh, meer. Nee? Nee, omdat ik weet wat we doen is het juiste. Dus ik ja. voel gewoon in alles in mezelf dat ik gewoon hetgene wat ik doe... Ik heb zoveel honderden mensen die bericht sturen dat ze blij zijn met hetgeen wat ik gedaan heb. Dat ja. ze van eczeme zijn afgekomen. Ja, weet je, dat weegt toch zwaarder op dan Herman uh, 3.80 yeah. uh, zonder uh, afbeelding. Ja, ja daarom. Ja. Maar, maar dat is uh, wel nog steeds knap. Zeker ook mm. omdat je zegt, ja, ik had eerst best vaak last dat ik misschien onzeker was. Nou, dat dat, als je dan dat soort berichten ook nog eens over je heen krijgt. Ja, dan... nee, maar ik ben echt helemaal geturnd. Echt niemand, ja, dat klinkt heel overdreven, maar je kan me bijna niet meer echt pakken. En ik merkte het ook. <laughs> ik voel het ook. Ja, dat vind ik mega, mega inspirerend juist. Ja. 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 ja, dat is echt gewoon door al die jaren mindset trainingen eigenlijk ik merkte het ook gewoon tijdens kamp gewoon dan ben je zo diep in je dal en toch was ik gewoon positief en ik bleef zo maar gaan en ja dus je bent en... mega ver gekomen. ja net voor de finale helaas moeten verlaten ja diepe zucht zo ja dat was echt 400 meter voor de finishlijn ik zag hem zeg maar al liggen dus dan is het helemaal zo zuur dat je god god ja, zo. wat zijn uh, grootste lessen die je daaruit hebt meegenomen kamp voor koningsbergen nou uh, meer een soort van bevestiging. Want ik wist van tevoren al van mijn mindset en mijn mentale gestel is best wel sterk en stabiel. Had ik altijd wel in gedachten. En ik, ja, volgens mij zit het wel goed bij mij. Maar ja, je weet het nooit helemaal zeker. Want ja, ga maar een week niet slapen en niet eten. En hè, laat je maar in me afbeulen. Maar toch bevestiging gekregen van ja, het is, zit ook allemaal best wel goed bij mij mentaal. Want ik hield me staan en ik was er nog best wel positief. En het ging allemaal gewoon prima. Dus uh, daar ben ik heel erg blij mee. En ik, ja, weet je. Het, is, het zit allemaal goed, gelukkig. En dan de grootste learnings, wel dingen waar dat je echt iets had van dit is dit is iets waar ik echt nog iets mee kan. Nou, nee. Het is meer van, ja, ik heb op heel veel fronten gewoon bevestiging gekregen wat ik al dacht over mezelf. Gewoon, uh, ja, en altijd vrolijk en echt een doorzetter. En uh, want als mensen aan mij vroegen, Joh, wat, hoe, uh, wat kenmerkt jou, dan zeg ik, nou, ik ben echt een doorzetter. Maar ja. Op basis van wat kan je dat eigenlijk zeggen? Dus uh, nou ja, nu heb ik heb een kamp gedaan. Nu weet ik gewoon, van, ja, ik ben ook echt wel een doorzetter en mm. ik ben positief en ik ben dit en dat. Uh, dus ik heb niet echt een hele erge les of zo, denk ik. Ja, misschien komt die nog, maar denk ik niet. Maar het gewoon meer bevestiging. Hm. Wat ja. vond je het zwaarste? Um, ja, toch de laatste dag dat je dan 16 uur aan het lopen bent en je hebt gewoon heel je lichaam doet pijn, alles doet pijn. En dan probeer je wel een soort van dat stemmetje de mond te snoeren van oké, okay, de pijn is er niet, gewoon doorlopen. Maar op een gegeven moment, dat, die pijn, dat, dat is vreselijk. Je blaar op blaar op blaar en je voeten liggen open en alles is vreselijk. En uh, ja, gewoon dat is echt een fysieke pijn. Ja. En dan het stemmetje in je hoofd begint en wat, wat doe je dan? nou Ik, ik begon... denk van dit namelijk al, alleen dat stemmetje in de hoofd. Heel veel mensen hebben dit al met iets heel kleins. Denk ja, ik, oh, dat ja, dat stemmetje in de hoofd begint. Maar ja, als ja. je dit zeg maar meemaakt, dan mag er ook een stemmetje zijn. Denk ja, ik oh, wel. ja, ja, mm -hmm. Wat zijn dan dingen die je doet? Tegen Goedemd dat stemmetje in je hoofd? Ik, oh ja, ik weet wel, ik heb geen ik moest even nadenken. Ik, um, ik zet mezelf wat heel erg in het nu. En dan ga ik altijd denken: van, oké, okay, maar wat is er allemaal wel goed? En wat is er nu wel leuk? En wat is, waar ben ik nu? Dus ik ging zeg maar even, ik, ik, ik tune een soort van uit of ik keek een soort van met een helikopterview naar mezelf. En ik zat zo en ik dacht: wow, ik loop nu gewoon hier. Ik ben nog als laatste vrouw over. Um, ik kijk hoe ver ik ben gekomen. Ik sta nog steeds op mijn voeten. Ik, uh, ik leef gewoon nog überhaupt. <laughs> um, dan ga je ineens allemaal, alle positieve dingen ga je dan opnoemen en dan denk je: nou, weet je, het gaat ook eigenlijk wel prima. We kunnen gewoon door en je kan gewoon door. Dus elke keer als het een beetje kut is ergens, dan zoom ik weer uit. Ik denk ik: okay, maar wat is er allemaal wel echt waanzinnig op het moment? En dan noem je dat allemaal even op. En al is het gewoon, weet ik, veel, dat ik nu lekker warm droog zit, is ook al gewoon een win. We hadden ook buiten in de regen kunnen zitten. Bijvoorbeeld. <laughs> ja, <laughs> ja, Deze mindset is echt goud waard. Ja, ja. Ja, en dat je zegt dat hij getraind is, dat vind ik misschien nog wel mooier. Ja. Is, ja. Kun je het zo zwart wit zeggen? Mindset ja. is te trainen. Mindset is 100%, zeker. Ja, absoluut. Oké, okay, stap 1. Iemand uh, zit uh, zwaar in de put. Veel uh, slecht zelfbeeld, uh, veel negatieve gedachten over zichzelf, ook over de wereld. Wat is stap 1? Wat ga je doen? Oeh, ja, dat vind ik wel moeilijk, omdat ik natuurlijk geen. Uh, je mag gewoon eigen ervaring. Ja, oké. Okay. Dus eigen ervaring Ik ben uh, geen afgestudeerde. Uh, voilà. nee. Wat ga je dan het is gewoon doen? Gewoon jou, jouw kijk op. Stel dat dit opnieuw zou gebeuren. Wat zou je dan doen? Stap 1. Stap 1. Schrijf wel even op. Um, waar je überhaupt dankbaar voor bent in het leven. Dat daar ben ik trouwens ook mee begonnen. ik me nu ineens. Ik schreef gewoon van alles op. Van ik ben gezond. Echt, wow, ik, ben, ik heb gewoon een gezond lijf. Want hoeveel mensen zouden er echt een moord voor mijn lichaam willen doen. om hoe gezond ik ben, zeg maar. Nou. Uh, ik heb geld. Ik uh, heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb leuke vrienden. Uh, dat je alles gaat opschrijven wat echt top is. Dan voel je ineens zo'n rijk mens. Althans, dat had ik dan ook. Wow, ik heb echt een superleuk leven. Wow, wat vet. En dan. Uh, ja, Doe dan je dit ga je... elke dag? Zeg maar... Nu nee, niet meer. Nee, daar ben ik wel mee begonnen om het elke dag te doen. je elke dag even terugleest en bekijkt en van zo. Schrijft het en je leest het ook elke dag terug. Dus ja. je schrijft het op en dan de dag daarna lees je het terug? Ja, je schrijft het op en dan lees je gewoon elke dag even terug. Gewoon begin van je dag. Ja. Um, en dat, dat zet je hele energie, zet het dan een soort van een leveltje hoger, wat positiever. Want um, als je alleen maar kijkt naar alles wat je niet hebt, dan is het allemaal ja, het is gewoon niet leuk. Van, ah, ik wil dit nog en ah, ik heb dat niet. En oh ja, jij, jij hebt. Een, merk er, je dat dat veel mensen ook doen dat ze jij ja, ja. hebt alles je bent de influencer je hebt, krijgt een ja. gratis reizen ja. ja heb je ook niet zomaar maar gratis voor niks krijgen zo so, I wish nee je hebt zo hard werk achter ja. maar dat dat zien mensen dat niet dus altijd toch oh ja maar jij hebt makkelijk praten want uh, jij uh, ja. je hebt al je volgers of zo ja, uh, nee die kwamen allemaal aan mij ja. kwamen zo <laughs> op het zijn allemaal <laughs> leuke mensen <mijd. Ja. laughs> natuurlijk niet ja. dus, uh, nee gewoon kijken naar wat je hebt dat is sowieso echt voor iedereen heel belangrijk gewoon check even hoe fantastisch leven je hebt. Gewoon ja. even ook iets kleins. Toen ik met Kamp meedeed, ik kijk nu naar buiten en dit, deze regen, het regent nu. Het was continu aan het regenen en het was ijskoud. En hoe erg ik gewoon verlangde naar een dak. Gewoon even, alleen was maar een afdakje. Ja. Dat was wel echt een win als dat er was. Ja. <laughs> dat is wel een ja, hele small goals. Ja. Je hebt gewoon, je tikt zeg maar het, 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 je hebt een... Uh... We hebben ook best wel veel mindset trainingen gedaan. En jij, jij tikt zeg maar heel het boxje ook gewoon af. So, misschien zonder dat je het zelf. Ik oh, gaat. Heb niet eens Want small, small goals en quick wins yeah. zit daar altijd bij. De small oh. goals is dus bijvoorbeeld heel klein vooruitdenken. Als ik dat heb, dan ben ik al mega happy. Dus ja. bijvoorbeeld mensen die beginnen met hardlopen. Als je zegt je moet een marathon gaan lopen. Ja, dat gaat natuurlijk nooit in één keer. Oké, okay, één kilometer. Als ik die één kilometer heb, dan ben ik al blij. Of misschien is het honderd meter. begin je met elke keer honderd meter. Ja. En dat je, stel dat je tien kilometer gaat lopen op een gegeven moment dat je dan na elke kilometer toewerkt. Dus ja. elke... Ja, small goals zijn dat dan. Dat is echt zo'n mindset game. Oh, dat wist ik ja, Die uh, vaak gebruikt wordt... ook in leiderschapstrainingen... en de mindset trainingen. Aha, ja. aha. Ik vind het gewoon mooi om te horen... dat je al die boxjes zeg maar afvinkt... Ja. terwijl je zegt... Ja, ik ben geen specialist. En je nee. bent gewoon specialist... in levende lijven. Nou, geweldig. <laughs> Dankjewel. <laughs> wat nee, leuk. Maar, uh, dankbaarheid is één. Wat dan? Dan? Um, ik denk, wat doe ik dan? Nou, gewoon weer dat mediteren... en die af gewoon affirmaties waanzinnig, ja. echt zet het gewoon op. Je hebt soms die dure uren op YouTube, die playlists met met affirmations, en je doet het gewoon in je oren en ga koken of ga schoonmaken en dan het, het komt gewoon op een gegeven moment komt het in je onderbewustzijn. Je gaat erin geloven en dat ga je uitstralen en dan trek je allemaal weer aan en ja informatie. Stel dat je het moeilijk vindt om dit vol te houden, heb je dan uh, tips? Ja, want want niet zeuren. <laughs> <laughs> nee, gewoon. <niet. laughs> nee. Uh. Um, want bij heel veel van dit soort dingen, wat je vaak uh, ziet, is dat als iemand naar jou kijkt en denkt, oké, okay, fuck it, wat zij voor elkaar heeft gekregen, dat, ik denk dat heel veel vrouwen daarmee mega jaloers zijn. Dus die, dit, die horen dit en die denken, ja, oké, okay, ga ik daarmee beginnen? Wat heel vaak gebeurt is beginnen en dan na een week ja. is het gone. Wat doe, je, wat doe jij om te zorgen dat dat soort gewoontes gewoon blijven hangen? Deze podcast wordt gehost door werkatleet. Werkatlet is bekend om het verzorgen van trainingen rondom gezondheid bij bedrijven en het opleiden van particulieren tot gezondheidscoaches. Daarnaast wordt deze podcast gesponsord door niemand minder dan Motion Supplements. Motion Supplements is het enige bedrijf in Nederland dat 100% schone producten verkoopt met de hoogste biologische beschikbaarheid, zonder twijfelachtige ingrediënten en producten die daadwerkelijk doen wat ze zeggen. Denk daarbij aan beter slapen, meer focus. Optimaliseren van de mannelijke hormonen of de vrouwelijke hormonen en nog zoveel meer. Check het via www.motionsubs.nl. Dat is www.motionsubs met p.nl. Nou, eigenlijk wat je net zei: gewoon alles echt in hele kleine stukjes hakken. Dus hè, als je marathon wil rennen, begin met een 100 meter of trek gewoon een keer je sportschoenen aan en weer uit. Weet je, wat je even leert hoe het is. Want ik ben ook bijvoorbeeld. Het vroege opstaan, dat ik om vijf uur op wilde gaan staan en zo een hele Miracle Morning wilde gaan doen. Ik dacht dan, ja, ik kan nu in één keer pas om vijf uur gaan opstaan, maar ik kan het ook gewoon gaan afbouwen. Dat ik gewoon, want ik stond er maar om zeven uur op, nou dan werd het kwart voor zeven en een week erna om half zeven. Gewoon kleine stukjes en ergens zo naartoe werken. Ook met dat sporten elke dag. Ik sport nu elke dag, dat je denkt nou als je mij dit drie jaar geleden had gezegd, had ik gezegd nou bekijk het eventjes met je elke dag sporten. Dat gaan wij niet doen. Hoe is dat en, begonnen dan? Ja, het was oh. gewoon één keer per week, vond ik het prima. En uh, niet meer, niet minder. Dat was gewoon goed. En dan nou, ga je toch een keer twee keer per week. En dan, oh, kijk hoe het drie keer is. Of kijk hoe het is gewoon. Zo bouw je dat allemaal uit. Ja. Dus eigenlijk alles, alles wat je wil bereiken in hele kleine stukjes hakken. Ja. Ja, ik denk, dan is, sport is misschien dan ook wel een fijn om mee te beginnen, denk ik. Zeker. Om uh, iets meer stok achter de te hebben. Of dat niet? Zou jij, uh, als je jouw stappenplan zou mogen volgen, beginnen met dankbaar zijn... Voor hetgeen wat je nu hebt. Dan affirmaties. Affirmaties mediteren. Dan sporten. Ja. En dan nog tips, stappen. Voor het daarna? Ja, Ja, nou ja, goed. Ja, ik heb echt een, een routine, daar word je bang van hoor. Ja, ik, ik smikkel echt van ja, routines. Nou ja, um, ik ben ook helemaal invested in Andrew Huberman. Ja, wie niet denk ik tegenwoordig. Dat je gewoon naar buiten moet. Ja, Ik heb het jou ook natuurlijk zien doen op je social. Jij gaat ook naar buiten elke dag. En het liefst gewoon zo bloot mogelijk. Dat je zo zoveel mogelijk. ...UV-stralen of in ieder geval buitenlucht... ...waarom doe jij dat eigenlijk? Dat vind ik heel interessant. Ik zag het van de week voorbij ja. komen. Ik, Ach, wat goed. Uh, je hebt een uh, overal besturingssysteem in je brein zitten. Dus je hebt uh, een aantal bekende hersendelen... ...bijvoorbeeld de hypothalamus, zullen veel mensen wel kennen. Mm het -hmm. is een klein plekje in het brein... ...en in de hypothalamus zit een iets te groot van een ertje. Dat heet de nucleus suprachiasmaticus. Daarin zit onze biologische klok. De biologische klok zullen veel mensen wel kennen... En wat het eigenlijk doet, dat plekje van het brein, die geeft eigenlijk een signaal aan de rest van het lijf. welke tijd van de dag het is. Dus wat je nu uh, ziet, iedereen heeft een horloge. of we hebben overal klokken hangen, dus daarom weet jij hoe laat het is. Maar we hebben honderden, duizenden jaren geleefd zonder klok. Dus hoe weet je dan hoe laat het is? Of hoe weet je dan welke processen moeten starten? Hoe weet jouw lijf dat het avond is en tijd is om af te schakelen. om te gaan slapen? Nou, daar heeft het dus een interne klok voor, dat zit in de hypothalamus. En wat je heel duidelijk ziet, is die werkt op. Daglicht. Dus de zon geeft straling af, zichtbaar licht en onzichtbaar licht. Dus UV is onzichtbaar licht en er zit ook een stukje zichtbaar licht, bijvoorbeeld rood licht. Dus als de zon mooi oranje is, dan komt dan vooral rood licht vanaf. En vanuit al die informatie, die komt dan binnen via het netvlies, die schiet naar dat plekje in het brein en dan begrijpt ons brein ineens... Oh wacht, de zon komt nu op. Als de zon net opkomt, wat moet het lichaam dan doen? Ja, de motor gaan starten om te zorgen dat de energie aangemaakt wordt, want als het licht is, dan is het tijd om te gaan jagen. Tijd om eten te verzamelen. Ah. In de avond, als jouw brein detecteert, hey, de zon gaat onder, dan gebeurt er eigenlijk niks meer. Dus dan is het tijd om een veilig plekje te zoeken. Juist beschut te zijn. Te zorgen dat je niet kan worden opgegeten in de nacht. En te slapen en te herstellen. Aha, wat een goede uitleg. Ja, thanks. Oh, ja. wat interessant. Ja, dit is, uh, dit is een van de redenen waarom dat ik zoveel naar buiten ga. Ja. En dit is. Uh, ja, ik, goh, wanneer, ik heb dit ook ooit bij Jume ben gezien. Wel een aantal jaren. Geleden. Ja, ja, ja. En uh, ja, ook gewoon uit heel veel boeken, uh, studies komt dit eigenlijk altijd terug. Vooral. Uh, het is echt de kickstart van je dag. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk als je erover nadenkt is het logisch, Want wij horen als mensen ook gewoon net als dieren gewoon buiten te leven. Ja. Dus wat gebeurt er in de natuur? De zon komt op en de zon gaat onder. Dat is elke dag gebeurt dat. Wel op een ander tijdstip. Dus ook dat biologische klokje in ons herspan die past zich aan aan de verschillende seizoenen. Dus wat je dan vaak ziet is tijdens de winter hebben mensen heel veel moeite met energie. Eigenlijk heeft iedereen een sip in de winter en weinig energie, weinig puf. En ja, dan is het mega belangrijk dat zodra dat het licht is, dat je naar buiten gaat, dat je brein ook begrijpt. Het is nu dag, dus nu moeten die energiemotoren moeten aangezet worden. Ja, als je dan binnen blijft, heel de dag, dan snap je brein er helemaal niks van. Nee. En door de ramen wordt zeg maar een groot deel van het licht wordt geblokkeerd, dus dan heb je er eigenlijk ook niks aan. Mm -hmm. Ja, dan loop je heel de dag achter de feiten aan. Ja, dus precies. Daar, dit is de fysiologische reden waarom jij naar buiten gaat. Mega <laughs> interessant inderdaad. Ja, want ik heb het gehoord van je moet naar buiten slaap je beter. Ik merk ook wel dat ik beter slaap. Ja. Maar ben je ook voorstander van om meer richting de oermens te leven? Uh, of wat dan, ja, in hoeverre dat dan kan natuurlijk. Maar gewoon, um, ook ik qua denk dat we gewoon alle, alles wat we van hun kunnen gebruiken in positieve zin. Dus dit soort dingen, zeker. Uh, ook eten, denk ik wel dat we daar veel van kunnen leren. Dus we gaan minder bewerkt voedsel, meer voedsel ja. dat moeder natuur gemaakt heeft. En meer leven met seizoenen en dag en nacht. Dus ook meer te eten uit het seizoen. Zeker nu, dus natuurlijk heel veel bewerkt voedsel. Als je gaat kijken wat de boeren maken per seizoen. dat is ook wat je hier kan, zou kunnen krijgen. Ja. In theorie, iedereen klaagt nu dat alles duur is. Als je product uit het seizoen gaat kopen, is het goedkoper. Als je product rechtstreeks bij de boer gaat kopen, is het goedkoper. Ja. Dat zijn dingen waar ik me uh, mee schrijf. En jij, geloof jij dat wij uh, meer moeten leven als en verzamelaars? Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Ja, zeker. Maar goed, ja, ik woon echt midden in een in, in, ja, voorburg, wel best wel stad. Uh -huh. In een winkelcentrum zelfs, met heel weinig natuur en uh, niet zelfs lekker zo groen als hier. <laughs> ik werd helemaal blij toen ik hier de auto uitstap. Denk zo, dit is lekker. Ja. Oh ja, maar ik zou het wel willen, maar ik, het, het lukt me niet. Door het leven gewoon. Ja, dat is ook weer heel stom, want ik zeg, maak er dan tijd voor. Dat zou ik ook wel moeten, maar... Ik ben er heel blij dat ik mijn pup heb. Dat ik in van geval buiten moet, eh, elke elk twee uur. Dat ik even gewoon gaan wandelen met haar. Ja. Um, maar ik geloof ook wel echt dat het heel erg belangrijk is... dat je wel richting je oermens gaat leven. Mm -hmm. Want hoe wij nu leven met alle technologie... Dat, daar zijn we helemaal niet voor gemaakt. Wij zijn gewoon wij zijn natuurproducten. Krijg je daar zelf stress van? Van al die technologie en al die... want je bent natuurlijk zelf ook veel... Ja. Met technologie bezig. Ja. Ik bedoel, nu ook, we zitten onder studiolampen ja, met <laughs> een microfoon, vol met de camera's <laughs> ja. uh, erbij. Krijg ja. je zelf wel daar is last van dat je zoveel met uh, um, alles bezig bent? Ben je stressgevoelig? Ja, heel. Ja, ja onwijs. Oh, ja, en dat verwacht? wel, ja zeker. Ik, ik heb wel uh, dingen afgekaderd voor mezelf. Dat het me niet pakt, zeg maar. Maar ik ben best wel stressgevoelig als in. Ik, doe, ik vind alles leuk. Ik neem alles aan. Ik vind van alles. Ik, ik doe echt honderd en één dingen tegelijkertijd. Mm -hmm. En daardoor krijg ik heel veel stress. Dus misschien is dat het in plaats van de technologie. Hoe uitzicht dat bij jou? Um, ik trek me met liefst dan weer helemaal terug. Dan ben ik gewoon. Ik wil gewoon dan eigenlijk geen mensen meer even zien. Gewoon even in mijn schulp en even even rusten. Want als ik weer paniek aanvallen of uh, hoe heet dat? auramigraine of. Oh nee joh, ja. dus er wel gewoon serieuze uh, fysieke klachten ook. Zeker, ja want ik had dus, wanneer was dit? Iets na de lockdown, 2021, had ik een soort van een burn-out wel. Oké. Okay. Dat ik echt elke dag twee paniekaanvallen had en ik durfde mijn bed niet meer uit. En het was allemaal, dus toen ben ik, ja dat is een kleine <lacht> bijkomstigheid. <lacht> toen ben ik helemaal ook invested gaan worden in een mindset en in alles. Dus het is ook vanuit daar ook best wel ontstaan. En als dat nu weer gebeurt, wat zijn dan dingen die je dan, herken je het? Dat als het weer gaat gebeuren? Ja. Ja, ik herken het, je het wel dan het weer, uh, Ja, zeker. En ja, dan weet ik al een beetje van. Oh, ik voel weer een beetje hoe mijn lichaam. Uh, ik, ik, ik voel mijn lichaam een soort van niet meer. Is dat ook een beetje de reden dat je dan soms van die challenges doet, om de dagen niet drinken? Of. Uh, ja, om dat je daarbij even, te ondersteunen? Uh, ja, een beetje weer in het nu wordt gezet en weer eventjes een beetje. Uh, ja, gezond. Weer wat gezonder leven. Want ik kan ook wel me soms laten meeslepen met het leven gewoon. Het gaat allemaal zo snel af en toe en zo. Heftig. Ja. Dus dan vind ik zo'n challenge wel weer even lekker om even terug te gaan naar, oké, okay, wat wil ik en wat wil mijn lichaam. Uh, wat mijn lichaam wil helemaal niet zoveel alcohol drinken of, hè, weet je, <laughs> ja, ik wil het wel, maar mijn lichaam wil het niet. Dus. Uh, uh -huh. um, dan kom je wel een soort van weer in het nu. En verder, als je merkt dat, dat het te veel wordt, wat zijn dan de stappen die je doorloopt? En schap ik gewoon een agenda. In ieder geval zoveel mogelijk afspraken, die skip ik even en die verzet ik. En, uh, Gaat gewoon dat makkelijk? Even, uh, want je zegt uiteindelijk bijna alsof het niks is. Ik denk dat dit namelijk voor heel veel mensen het moeilijkste is. Ja, ja sociale is ook wel zo. afspraken. Nee, ja, ik vind dat niet. Nee, het is meer van: ik zeg dan nee. Ja, er is wel zo'n cringe um, uitspraak. Maar je zegt dan nee tegen iemand anders, maar ja tegen jezelf. Het moet even: ik heb dit nu nodig, want anders ben ik echt, dan heb jij helemaal niks meer aan me. Dus ik verzet nu even dit. En ik zeg niet per se van: als heb ik een burn-out straks, ik, zeg, ik kom er even niet uit. En ik zie over twee weken weer, of hè, wat het ook is, of een sociaal iets of een, een zakelijk iets. We, het kan echt wel worden verschoven. Ja, ik licht er niet wakker van. Nee, ik vind het ook heerlijk als mensen dingen afzeggen, lesminuten. Ja, ja, ik vind het fantastisch. Ja, <laughs> zie jij dat niet? Ik vind dat heerlijk. Ja, ik sta voor jezelf even, Tijd ja. voor jezelf. Zo. Ik, ik plan mijn agenda ook best leeg. Dus ik, ja? uh, ik, ik ben niet zo stressgevoelig. Oh, wat een dus niet. ik heb gewoon niet zo'n last van stress. Heerlijk. Ja, dus ik wijs. Ik denk dat mijn leven draait natuurlijk ook wel hierom. Mm -hmm. Dus ik vind ook wel dat wij een goed voorbeeld moeten zijn. Ik ben eigenaar van twee bedrijven. We hebben gewoon tien mensen rondlopen. ja, ja. Het kan niet zo zijn dat ik mijn hoofd ergens tegenaan stoot... en dat het klaar is voor nee. een tijdje. Dus daar heel wel heel bewust van. En ik ben ook gewoon echt een routine-mens. Dus ook net als jij. Maar ik plan ook door de week s'avonds eigenlijk niks. Nee, zeker niet. Nooit. Dus Absoluut. dat is mijn tijd. ...ochtende, dan ja, kun je mij bellen, maar dan ben ik toch niet bereikbaar... ...want ik neem mijn telefoon gewoon niet op. Oh, dat is wel lekker. Ja. Pak jij je telefoon ook niet in de ochtend? Ja, van acht tot acht probeer ik meestal. Oh, lekker. Ja. Dat is wat chill. Dus acht uur s'avonds weg, nu vaak wel ietsje later. Sowieso in de zomer. Ik probeer ja. ook wel een beetje mee te leven met de seizoenen. Mm -hmm. Dus dan in de zomer iets later naar bed te gaan... ...dus ook iets later af te schakelen. Ja. Dat ik niet uh, Ja, mensen zien maar als een monnik. Ja, op zich vind ik dat ook prima. Ja, prima. Ja. ja, het enige nadeel vind ik mijn moeder, mijn moeder bel me dan wel zo'n 5 voor 8, want dan weet ze dat ik om acht uur meteen overweg weg leg. dat oh, is schat. Dus kan, oh. Het kan daar nog wel eventjes, ook <laughs> oh, Dat vind ik ja. heel lief. Ja, dat is ook wel heel lief. Ja. Hé, hey, maar als jij uh, heel stressgevoelig gevoelig bent, hoe, waarom schrijf je jezelf, of waarom ga je mee naar het kamp van Koningsbrugge? Is er niet blinde paniek dan voordat je daar moet gaan beginnen? Nou, ja. Ik zeg maar, mijn hartslag gaat nu al omhoog als ik daar aan denk <laughs> dat ik daar mezelf zou moeten melden. <laughs> Nou, ik had serieus... Maar het was een soort van... Ik had me gewoon aangemeld. En dan kom je steeds verder. Het zijn heel veel rondes waardoor je moet. Ja. Maar ik had elke verwacht van... Ah, ik kom er niet helemaal. Dat, dat kan niet. Want je hebt, je hebt echt topsporters die eraan meedoen. Ik ben geen topsporter. Dus ja, mensen zijn veel beter dan ik. Dus ik kom niet door, maar we zien wel. Dus op een gegeven moment word je echt gebeld van... Ja, je, je zit er echt bij. En ik dacht... <tie> Oh, fuck. Oké, okay, weet je het zeker? Ja, we weten het zeker. Okay, ja, leuk. Uh, nog een soort van blij doen van ook oh, zit erbij. Maar ik was helemaal niet heel blij of zo. Van, oh, oké. Okay, dan moet ik echt even aan het bak. Dus nou ja, als ik een doel heb, dan ga ik echt vol. Waarom ervoor. wilde je je zwaar meedoen? Nou ja, um, toen moest ik even een, een waarom gaan verzinnen ook. Van ja, oh ja, ik zit erbij. Maar wacht even, waarom wil ik dit eigenlijk? En toen dacht ik, ja, weet je, ik vind mezelf mentaal dus heel stabiel en sterk. Maar is dat echt zo? Dus we gaan het zien en nee, weet je, ik ga er gewoon vol in en ik ga er alles aan doen om het gewoon uh, te laten slagen. En um, ja. Best uh, mooie manier om te testen, denk ik. Dus de beste. Wel een hele manier. extreme manier ook ja, wel. Ja, nou, maar ik, ja, als je het vraagt, zou je het nou weer doen? Ja, ik zal het meteen doen. Als ze me nu bellen, je mag morgen meedoen, dan sta ik weer in uh, Kampen van Koningsbrug hoor. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Maar dan ja. terug naar het succesbestendigheid. zelfbestendigheid. want dan, ja. dan weet je dat je mee mag gaan doen. Ja. Uh, dan. Breekt er dan niet van een soort van interne pleuris uit dat je denkt: mijn hemel. Nee, dan moet ik daar eens. naartoe. Ook niet de dag dat het, dat het dan gaat gebeuren? Um, nou, dan, dan ben je op van de stress natuurlijk. Dan, dan heb je zenuwen en je holy shit, wat ga ik doen? Ik ga het echt doen. Je is geen weg meer terug. Wat gebeurt er dan met jou? Um, dan ga ik wel weer in de aanmodus. Ik zeg maar, showmasco aan, dus dan ga je gewoon aan en uh, ja, ik sta helemaal strak gewoon van, de, van de spanning. Ja, als ja. een uh, fysieke trillingen, uh, dat soort dingen? Of, uh... Oh, zo. Um... Nee, niet per se. Ja, misschien een beetje shaky, maar gewoon ja, mega zenuwachtig. Gewoon misselijk. Uh -huh. Maar gewoon wel echt, uh, echt standje aan. En dan kom je daar aan en dan? Nou, ja, het is dus vervelend, want je weet van tevoren niet wanneer het gaat beginnen. Dus je, be je komt aan op Schiphol, denk je, oeh, moet ik zo meteen al wat gaan doen? En dan kom je aan in Engeland, denk je, oh, moeten we nu al wat gaan doen? Of. En dan ga je naar de hostel. Ja, oh, we gaan zo meteen. Gaan. Dus je staat de hele tijd, soort van echt extra aan. Van oké, okay, het kan elk moment be uh, beginnen. Dus nou, en toen was ik wel even op. Want het begon die beasting van uh, vier, vijf uur. En uh, nou ja, toen begon de hel gewoon. <laughs> ja, pff, zo. Ja, het begon de hel. Het is, is ja. gewoon. Uh, wat vond je dan het, echt het aller allerergste? Ja, echt de laatste dag, die afmatting. Dat je al alles hebt doorstaan al een week. Ik heb in een week tijd vier uur geslapen. En niet ja, amper gegeten. En je bent er al helemaal klaar mee. En dan moet je nog 16 uur gaan lopen met 20 kilo. Ja, ik vond dat echt de hel. Echt, doe nog een keer die hele week, maar niet die afmatting. <laughs> echt, gadverdamme. Ga je goed op weinig slaap dan ook? Kan je, ja. je oké okay met weinig slaap? Nou, van tevoren zei ik nee. Maar blijkbaar wel. Ik stond gewoon nog best wel scherp. Dat zei de dij ook. Van, ja, je was nog best wel scherp. En ja, hmm. dat vond ik ook niet verwacht van tevoren. Nou, nee, is best uh, zeker voor iemand die zo bewust bezig is met alles. Ja. Dan ook omdat je weet misschien hoe slecht dat het is als je zo weinig ja, slaap hebt dat je dan dat in je kop gaat zitten of ja. zo. Ja. Nou, op zich, je hebt ook het gaat allemaal het gaat dag en nacht door daar zo. Dus je hebt ook geen seconde tijd om na te denken hoe, ik, hoe je je überhaupt voelt. Nee, um, is gewoon je hebt geen. Uh, heb je sowieso dat je dan een knopje uitzet zeg maar van het is wat het is. Ja. Het is wat het is. Dat is ook echt mijn motto. het is even wat het is. Uh, kan later wel weer uh, schade beperken of zo. Maar het is nu even wat het is. En voelt het dan misschien ook zo omdat je weet hoe lang het duurt? Of dat niet? Nee, want je weet eigenlijk oh, je nooit weet hoe precies lang niet het niet precies hoe doen. lang het duurt. Maar je weet al, ik, het is een keer voorbij. Ja, dat. Hier is een einde. Dit, ja. dit komt gewoon ooit tot een einde. En laat het maar allemaal gewoon gebeuren. Maar je hebt gewoon geen tijd om überhaupt na te denken. Je gaat maar door. Dan moet je weer marsen. En dan moet je weer dit. En je gaat weer dat doen. En gewoon dag en nacht gaat het maar door. Dus er is geen tijd dat je op een bakje zit van nou... Hé, hey, wat hebben we allemaal gedaan? Ik nee. nee, kan niet geen idee welke dag het was. Al nee. oh, hadden we dat maar. Nee, echt absoluut niet. Nee. En uh, ook niet dat je uh, het tijdens dat je. heb je het idee dat je een honger hebt of dat soort dingen? Nee, joh, dat is dat helemaal uit. Door alle, alle stress. Oh, nee. Je voelt gewoon niks. Pas echt op de laatste dag, dus net voor die afmatting, konden we even een uurtje slapen. En even wat eten. En dan komt ineens die pijn en alle vermoeidheid en honger komt ineens binnen. Dat je denkt. Zo, Wow, ik kan niet meer. En dan komen ze, ja, we gaan, we gaan wandelen. Of zo. Ik, oh. Maar ik kan niet meer. Ik nee. heb echt pijn. Ik heb echt honger. Ik ben echt moe. Maar dan moet je gaan. En dan denk ik, ja, kut. Sorry. Holy, knetter. Ja. ja, heel veel respect hoor. Vooral, ik vind het echt mee. Mega... Wil jij er niets aan meedoen? Um, weet ik eigenlijk niet. Dat is voor jou. Ja, ergens wel. Ja. Uh, Jeroen heeft zichzelf twee keer aangemeld als trekker niet doorheen gekomen. Misschien dat ik daarom ook zoiets had van ja, dan hoef ik het ook niet te proberen of zo. Mag Jeroen had zich aangemeld? Ja, Jeroen, mijn compagnon had zich aangemeld twee keer. Jeroen is mijn compagnon die oh. had zich twee keer aangemeld. Jeroen die is, uh, die is, nog wel fysiek fitter dan ik. Alleen ik, ik kan beter wanneer ik slaap. Mm -hmm. Dus dat was een beetje voor de geaande discussie die we hadden. Maar um, ik weet niet. Ja, misschien wel. Misschien ik ik heb er niet. Ik heb niet zo uh, over nagedacht ja. dat ik dit echt, echt wilde of voelde nee, dat nee, maar ik dit misschien nee. Gewoon opgeven en gewoon zien en dan ja, laten we over je heen komen. Nee, ik heb dan Expeditie Robinson. Dat voel ik wel echt. Dat ja. lijkt me echt mega, 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 mega fit. Gewoon ook die spellen en dat beetje dat vieze tactisch. Ja, <laughs> ja dat wel heerlijk. Ja, dat ja. lijkt me wel gewoon... Uh, ik denk ook wel dat ik best tactisch ben voor ja? mezelf. Ja, misschien is dat heel erg... Uh, misschien is dat ook <laughs> mezelf aangepraat dat ik dat <laughs> ja. heb of ben. <laughs> ja, dan, ben ik, oh ja, dat dan, dan, dan ben ik eigenlijk helemaal niet. <laughs> nou, ik was wel grappig, want ik, had met, uh, ik heb met Kai ook een podcast opgenomen. En ik had het dus met hem over. Hij zegt, ja, het, er gebeurt ook voor de helft van de tijd gewoon niks. Ja, dat klopt. En dat is vooral het allerkutste. Je ja. zit gewoon stil. Ja, gewoon die verveling inderdaad. Hè? Echt, echt jezelf kapot te vervelen. ik heb ze ja. bij dan, zo kan Verkoningsbrug is natuurlijk non-stop ja. knallen. Ja. Maar bij dit zit je gewoon heel de tijd gewoon stil. Blijkbaar. heerlijk even hoor. Even <laughs> rust. Oh, dat lijkt me serieus. Ja, ik kan niet wachten. Maar heb jij uh, <laughs> heb je nu voor jezelf niet sowieso, want je hebt eigenlijk je doel bereikt, koffer van de Wimmenzijld, dat je het sowieso eventjes wat rustiger gaat doen? Ja. Want jij doet ook echt tegelijkertijd. Ja, maar er komt er ook heel, ja, kan ik kan nog niks over zeggen, heel vervelend, maar er komt weer heel veel ook weer aan. Ik had nee, beloofd moesten... aan mezelf, ik ga nu even kalm, even rust. We hebben die cover even. Pff. Maar ja, nee. 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 nee je mag het nog, gaat nog niks, niks delen wat er uh, nee, aan het komen Nee, nee, Kijk. maar het is zo leuk allemaal. En, uh, <laughs> ja, dat is gewoon ja irritant. Ik vind alles leuk. Uh -huh. Echt waar. Er komt elke keer komen er dingen op mijn pad. ja, dat kan best wel. Ja, vind ik ook leuk. Oh, dit, dit. Heb je nog een uh, aantal andere ultieme dromen behalve expeditie Robinson? zon? zijn er zeg maar dingen zakelijk of privé waar je van iets hebt van dat wil ik daar wil ik naartoe. Of überhaupt zakelijk van heb je een plan? Nee, nou. <laughs> nee, ik heb ja ja, um, of gewoon go with the flow en dan zien we. Nee, wat, ik heb wel, er is wel een plan. Um, en dat gaan we dus nu ben ik meestal mee aan het uitvoeren zeg maar. Okay. Um, maar qua echt doelen wat ik echt wil? Nee, echt nog expeditie en dan is, ben ik helemaal verzadigd gewoon van, dan heb ik echt alles gedaan wat ik echt heel leuk vind en dan wil ik gewoon even rust eigenlijk. Gewoon lekker geld verdienen <laughs> op een chille manier. Eiland en... in Thailand op strand zitten. Ja. <laughs> gewoon Heerlijk, 16 ja. 16 uur per dag niks doen. Och, ja hoor. <laughs> Lijkt me serieus. Nu even lekker. Ben je bent ben je, ben je, ben je ook wel een beetje een reiziger, toch? Um, te weinig, omdat het gewoon ja. uh, past er niet in. Past er nu even niet in. Nee, nee ik zei toevallig echt heel raar laatst. Vorige week zei ik tegen iemand. Ik zou niet eens op vakantie willen nu. Omdat er gewoon zoveel speelt en er is zoveel te doen. Dat ik gewoon, nee, ik moet hier aan denken dat ik nu op vakantie ga. Heel raar. Ben je dan niet bang dat je jezelf voorbij rent? Ja, af en toe wel hoor, maar dan trek ik me weer eventjes terug en dan heb het nu onder controle, zeg maar. Oké. Ja. Niet bang dat dat de prongelijk toch met alles wat er weer op je pad afkomt? Nou, soms denk ik wel van moet ik niet even een beetje rustig gaan, maar ik denk, nou, het gaat nog wel. Heb je dan een soort van eindstreep dat je weet, dan is het voorbij en dan ga ik echt rust nemen? Of hoe werkt dit? Dat denk ik al drie jaar. <laughs> <laughs> heb je dat niet? Dat je denkt, nou, als ik dit nog even, dan even rust hoor. Ik, ik herken dit ook wel erg hoor. We hebben continu, denk ik nou even nog dit en dan even rust. En nog even dat en dan even rust. Nou, dat... ja, als de leuke dingen maar binnen blijven komen, ja. dan, uh... dan uh, ja. En al die leuke dingen, die krijg je op je pad als je een visionboard gaat maken. En in ieder geval uitspreekt, uh, uitzendt wat je wil. Ja. Het is wel bijzonder, want ik denk, het is best een kort tijdsbestek dat je alles voor elkaar hebt geboxt. Ja, dat zeker. Wat moet er dan de rest van je leven nog allemaal gebeuren? Ja, dat dacht ik ook al. Ik denk, sorry, ik moet nog even een tijdje door. Ik ben te vroeger aan het pieken. Ja, heel, heel hard aan het pieken. Ja, misschien ook chill. Ja, toch? Heb ik het maar gehaald. Kan ik lekker achterover liggen en chillen. Ja, hij is in Thailand. <laughs> <laughs> misschien niet deze slecht idee. Hey, uh, we zijn bijna aan het einde van uh, onze geklets. Ik probeer dat het altijd binnen een uur te houden, zodat mensen het ook af kunnen luisteren. Ja. Het is eigenlijk meer mijn eigen. Probleem, ik kan gewoon niet langer naar na podcasts luisteren dan een uur. Dat ik is ook gewoon niet. mijn tank leeg. Dus dat, dat gun ik mensen ook zelf. Nee, ik, ik dat is het. Ook wel waarschijnlijk, want mensen luisteren dus ook af. Wat leuk. Ja, vind ik best interessant om te oh, zien. Wow. Ja, dus de gemiddelde luistertijd is ook gewoon uh, afluistertijd. En oh. waar ik naartoe wilde, vast onderdeel van de podcast, zeker bij jou, vind ik het wel leuk, aangezien je zo'n routinevrouw bent, is of uh, ochtendroutine te delen of avondroutine te delen. Ochtendroutine hebben we eigenlijk al bijna helemaal gehad in elk geval. Ja. jouw geval. is jouw avondroutine? zou je dat willen delen? Ja, tuurlijk. Dat um... Ik begin zeg maar mijn avondroutine al na werk. En ja, werk dat is ja, soms tot acht uur, soms tot zes uur, soms tot vijf uur. Maar maar als wat gewoon... is dan, uh, wat is het überhaupt voor jouw werk? Ja, um, editen, mails, uh, meetings, um, opnames. Um, ja, alles wat een influencer nou, doet. <laughs> um, maar ja, ik hoop dat gewoon, ik, mijn streven is gewoon echt voor zes uur echt klaar zijn. En als ik niet klaar ben, dan is het morgen weer een dag. Dus zes uur meestal gewoon computer weg, afsluiten. Dan ga ik meteen beginnen met mijn hele avondroutine. Dus dan uh, haal ik mijn make-up eraf, ik doe mijn joggingpak aan. Ik ga Nola nog even uitlaten, ook even kan wandelen, even alles laten zakken of zo. Um, dan ga ik koken en dan uh, luister ik of een podcast of gewoon even niks. En dan is mijn avondroutine verder dat ik um, ja, weer ga mediteren. Ja, ik ga echt, dan ga ik naar bed, zet ik weer meditatie op van tien minuten en dan uh, val ik in slaap. Lekker. Ja. En dan is het alweer de volgende dag. Is het weer de volgende dag? Ja. Wat chill. Wat ja. lekker. Gewoon zes uur dat je avondroutine begint. Ja. Ja, en... dat doe ik wel heel bewust. Dat je een soort van even kan. Heb je moeite met dan eh, je laptop wegleggen, telefoon wegleggen, dat soort dingen? Ja, dat is dus het irritante. Want mijn telefoon, 24-7 zit ik erop eigenlijk. Vind ja. ik heel slecht. Maar zeg maar als mensen mij een DM sturen. Ja, ik moet ik misschien ook niet zeggen nu. Maar ik wil gewoon <laughs> bijna iedereen beantwoorden. Ik denk, ja, maar ik vind het gewoon zo lief dat je een berichtje stuurt. Maar het, het is te veel. Het is veel te veel. Dus ja, het lukt me niet om iedereen, maar ik probeer zoveel mogelijk altijd te terug oh, te reageren. Goed. Ja. Wat dat goed. vind ik gewoon zo lief als ze een berichtje sturen. Maar het is gewoon. Ja. Wel knap, ik kan me wel voorstellen dat het veel van je tijd vraagt. Ja, dus ook ochtends vroeg. En ook net als je nou, voor je gaat slapen, dan nou even snel reageren. Heb je dan geen moeite met slapen ook? Ja, misschien trouwens als die slaapscores. Uh, ja, <laughs> kunnen we het er wel even over hebben. Ja, ja die zijn wisselend. Maar uh, nee, ik probeer wel echt mijn telefoon het liefst niet meer aan te raken voor het slapen. Maar ik ben weer helemaal in een soort van automatische piloot geschoten. Dat ik toch mijn telefoon over heb tot de seconde dat ik ga slapen. Dus ja, mm -hmm. of in ieder geval dat ik de meditatie aanzet en dan. En dan? Vallen je wel goed in slaap? Ja, ik val echt tijdens je meditatie ben ik eigenlijk al weg, dus, dat is wel, dat wel, is lekker, wel lekker. een voordeel. Ja. En dan de dag daarna begint alles weer opnieuw, te trainen. Hey, heel veel dank uh, voor dit ongelooflijk leuke gesprek, vooral <laughs> heel veel gelachen ook. Ja, <laughs> ja, ja ergens oh. uh, Maar ik denk oprecht echt mega inspirerend. Ik vind je in ieder geval echt een mega inspirerende vrouw, dus dank daarvoor. Dank ja. dat je helemaal hier naartoe wilde reizen. Uh, lieve kijkers, dan wel luisteraars, bedankt voor het luisteren of kijken. Mocht je hier nou super enthousiast van geworden zijn, uh, vergeet dan eventjes niet om een duimpje omhoog te geven of vijf sterren te geven op Spotify. En uh, dan hoop ik dat jij uh, net zo geïnspireerd bent als ik. En dan wil ik je vooral een fijne vervolg van je dag of avond wensen. En tot de volgende mazzel. Ik hoop dat je net als ik ongelooflijk genoten hebt van deze aflevering. Weer veel geleerd, nieuw en interessant te kijken op optimale gezondheid. Mocht je dit nou interessant vinden. Je helpt ons ongelooflijk door jezelf even te subscriben op YouTube. Of als je via Spotify geluisterd hebt, eventjes die vijf sterren aan te vinken. Daarmee help je ons en jezelf op weg naar optimale gezondheid.